Hey mensen van Basis Games, wij gaan vandaag gewoon verder met The Legend of Notch. Deeltje 12 als ik het goed heb zijn we alweer. We waren hier gebleven en ik ben ondertussen even teruggegaan om wat food en zo te halen. Ik heb nu Iron Armor, dus dat is ook alweer wat beter. Dus ik ben even teruggegaan naar het stadje, heb wat een beetje geüpgraded. Maar we gaan dit parcoursstuk doen. En ik hoop dat we dit gewoon in één keer gaan halen. Zo te zien niet. Ik ben hier zo slecht in. Oké, dan moeten we dus niet doodgaan. Want ik weet dat als je... je kan wel hier naar beneden vallen, maar er gaat natuurlijk leven af. En als je helemaal doodgaat, dan moet je heel dat stuk weer opnieuw lopen. Nou heb je dat binnen een minuut of twee weer gelopen, maar alsnog. Het is extra moeite en ja, ik hou niet van extra moeite doen. Dus ik... Voorlopig gaat het nog goed. Huh? Dit kan je toch nooit halen? Oké. Nou, dat... Ik denk gewoon dat dit, want zo te zien is het best wel een redelijk moeilijke parcours, het parcoursstuk eigenlijk, dat we dit gewoon gelijk gaan fast forwarden. Of we moeten het nu halen, anders dan gaan we dat fast forwarden. Oké. We gaan dit gewoon even fast forwarden. Huppatee. Ja. Dat lijkt mij een goed plan. Oké, nou, tot zo. Ja, dames en heren. We hebben hem gevonden. Jullie zien het. The Cursed Diamond. You got teleported out of the passage. Oké. Dit heeft echt lang geduurd. Ik ben er echt een half uur, misschien wel drie kwartier mee bezig geweest met puur dat jumpen alleen. Head back to Aldor. Aldor, oké. Dan is het meest makkelijk dat we gaan teleporten naar de main village. En dat ik jullie zo meteen bij Aldor weer terug zie. Tot zo. En we zijn weer terug bijna bij Aldor. Aldor de magier. Even eten eerst. Huppatee. En... Oh, welcome back. I heard you found everything I asked for. Whoever I see that... It was a very hard journey for you, but we must move on. I can feel that the power of my brothers is getting stronger and stronger as time passes by. Let me quickly create an earth orb for you. Next. There you go. Quick, head to the ruins in front of the desert city. No, wait, I can teleport you there. Okay. Good luck. Ik sta wel in de dinges, dus dat is niet zo fijn. Oh, dat zijn de dierruïnes. Waar zitten we dan? Daar zo. Oké. Nou ja, dan gaan we maar... Wat is het meest? We moeten een beetje een tactische plek vinden. Ja, pakken. I awaited you. You are going to feel my wrath. Prepare to die. Oh jee. Wow, dat zag ik. I didn't see that one coming.
wat we gaan doen. Dus we gaan het een beetje tactisch spelen. Zonder gelijk in één keer dood te gaan. Dat is gewoon, we gaan hier de berg op. Dan raakt hij me nooit in één keer. En ik hem ook niet. Oké, dit is dus gewoon niet chill. We moeten hem, of we moeten hem in de spinnenweb vast laten zitten. Of we moeten hem ergens proberen, ja. Oké, hier gaat het dus niet werken. Kan ik er hier zo op? Daar, daar, en dan zo, zo, ja. Het is misschien niet helemaal eerlijk. Maar anders is het gewoon niet te doen. Ga je 38 keer dood. Als het niet meer dan 38 keer is. En zo kan je toch nog een beetje. Zo, dan gaan we even een mana potion drinken. Huppatee. 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 Dit duurt wel erg lang, dus dat gaan we dan ook maar gewoon weer vast voorwaarden. Ik neem aan dat dat het beste is. Ja, we gaan dit gewoon vast voorwaarden, dames en heren. Ik kom wel weer terug als die bijna dood is. We zijn nu tellen. Dus daar gaan we. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. We gaan hem met een sluipmanoeuvre. Gaan we er langs heen. We besluipen hem van achteren. En dan springen we hem in zijn nek. Bam! Tell me, where is the king? There is no way. Hero Brian will rise soon. Oeh, spannend. The Earth Wizard vanishes calmly in the dust. Spannend task update. Head back to Aldor. Kunnen we niet teleporten? Ah, een teleport guy. Nice. Het is een stadje met de teleport guy erin. Hup, hup, hup. Lekker zo lopen, lekker. Hebben we die ook verslagen? Dus dan hebben wij al de air, de water en de earth. Nou. Vuur. Tenminste, voor de mensen die Avatar gekeken hebben. Jawel, die in die kale kerel met een blauwe pijl op zijn kop. Ik ga eerst even wat van jou stelen. Nou, dat zag hij. Mijn thieving is namelijk level 4 al. Dat. Nou, hoef je niet zo te springen. En chickens. Zo, en er kwam glowstone bij. Ah, dat zag ze. Het. Can't seal. Citizen is watching. Ook een citizen is watching. Nou, maakt allemaal niet uit.
Wij gaan teleporten naar de main city en dan zie ik jullie zo meteen weer als we bij Aldor zijn. Lijkt me een goed plan. Tot zo. Zo, en daar zijn we dan weer bij meneer Aldor. Oh ja. Zie me eens Jensen, En Aldor is aan het kijken. Oh ja. Welcome back. I have no doubt that the king is imprisoned by the fire wizard. Let's throw my telescope and see where he might be. Vuur, lava, nou, dat wisten we natuurlijk al lang. Hier is het giant volcano in the northeast. Okay, quickly check my book for the recipes. Okay, I got them. We need flame heart and glowing crystal. We can't find the flame heart in a deep cave, but be careful, man, if I already died. The glowing crystal from a friend, Bill at the mine, he surely give you one. Good luck. Okay, in a deeper cave. Okay. Oké, dan gaan wij de volgende aflevering gaan wij naar de vulcano. Ja, dat gaan we doen. En we gaan nu gewoon afsluiten. Zo naast de Aldor staan. Zo, een beetje een gents zo. Zo. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken. Dit was alweer aflevering 12. We gaan de volgende aflevering gaan wij naar het vuur en lava gedeelte. Dus ja, we zullen zien. Hopelijk gaat dat erg spannend worden. Vast wel. Ja, doe even dat duimpje omhoog. Doe abonneren. Laat een comment achter als je dat leuk vindt. En ja, misschien zien we jullie dan wel. Nou ja, niet misschien, maar dat moeten jullie gewoon doen. En hopelijk zien we jullie de volgende keer gewoon weer. Dat lijkt mij een heel goed plan. Of niet, Aldor? Zie je, Aldor vindt het ook. Aldor schudt ook, ja. Zie je, nou ja. Ja, houdoe!